Het spel wordt alleen maar steeds sneller. En scheidsrechters moeten daar ook op getraind worden. En met die gedachte is de KNB in samenwerking met scheidsrechters anderhalf maand geleden een project gestart waarin 12 topscheidsrechters gedurende 12 weken visual performance trainingen krijgen. We trainen heel veel op fysiek en dit is eigenlijk het trainen van de ogen is het belangrijkste onderdeel van het vak. Je ogen, die train je eigenlijk niet. Dus nu elke week 2 uur je ogen trainen, ook door de week met oefeningen thuis, is gewoon super. Je ziet gewoon, je merkt in de resultaten gewoon elke week vooruit. Nou, en wat wij dus hopen te, hè, dat eruit komt, oog-handcoördinatie, in dit geval bij sporters, maar ook het oog, het zien, het fluiten van de scheidsrechter, dat verbeterd is. 6 weken zijn de scheidsrechters nu met Gijs Segers aan het trainen. Juste Kempenaar, topscheidsrechter en initiatiefnemer van deze trainingen, is enthousiast over de eerste resultaten. Ja, je hebt die oefeningen met die lampjes gezien, hè, die je uit moet maken. Ja, daar zie je al dat je die oefening doen we 1 keer zonder bril. Zoveel lampen in zoveel tijd. Vervolgens doe je hem met de bril op, ga je hem weer doen. En als je dan die bril afzet en je gaat het nog een keer doen, dan is de reactietijd echt al significant sneller dan de eerste keer zonder bril. Bij de derde keer ja, praat je echt al over 10%, 15%, 20% bij sommige mensen dat ze vooruit gaan in reactiesnelheid. Tijdens de trainingen worden de ogen stevig op de proef gesteld en moeten de oogspiertjes flink aan de bak. Oogspiertjes, die worden het snelste moe van alle spieren in het lichaam. Nou, als je dus tegen het einde van de wedstrijd en je bent niet goed getraind en die oogspiertjes zijn niet goed getraind, die worden moe, je hersenen worden moe, die krijgen verkeerde informatie, verkeerde verwerking en daardoor weer het vervolg verkeerde reactie. Dus er zijn zoveel dingen die erop wijzen, jongens, we moeten iets met die ogen doen. En dat doen ze. Tijdens de training worden de ogen flink op de proef gesteld met deze speciale bril. De zogeheten stroboscopische bril. Het is opmerkelijk hoeveel je gaat zien op het moment dat die stroboscopische bril die je draagt tijdens veel van de trainingen. En die dus beelden uitfiltert. Dat als je die afzet, dat je hersenen die automatisch gaan invullen. Dat is echt buitengewoon. Veelbelovende resultaten dankzij deze speciale bril. Maar hoe komt dit nu? Trainer Gijs Segers legt het uit. Want als ik normaal gesproken kijk, dan krijg ik alle informatie. Dat wordt verwerkt en ik handel. Dan zet ik een stroboscopische bril op. Dan zeg ik een beeld, geen beeld, een beeld, geen beeld. Als ik geen beeld heb, gaan de hersenen visualiseren aan de hand van het beeld wat ik net gezien heb. Bril gaat af. Ik krijg weer alle informatie. Maar dan blijkt dat ik minder beelden nodig heb om te kunnen reageren. Dus ik word sneller. Ik heb ook voorafgaand aan de dameswedstrijd van Amsterdam de bril opgehad met de warming-up. En dan heb je gewoon het eerste kwartier in de wedstrijd, heb je daar profijt van. Omdat je eigenlijk een heel rustig blikveld hebt en het idee hebt dat je alles ziet. Dat is natuurlijk niet waar, maar het idee is heel erg prettig. Als je nu scheidsrechters die een hele tijd niks hebben gedaan, die kun je daar gewoon een hele stap mee geven. Dat ze echt het veel scherper zien en daardoor ook veel meer zelfvertrouwen die wedstrijden leiden. Een groep van 12 man met wie jullie het doen, hè? 12 topscheidsrechters. Ja, is dit iets waarvan je zegt van nou, dit zou misschien wel wat breder opgepakt kunnen worden? Hè? Dat het ook voor meer scheidsrechters interessant is? Nou, dat weet ik zeker. Dat is niet eens een vraag. Dat moet bijna. Des te meer scheidsrechters dit doen, des te betere scheidsrechters je ook krijgt. Nou, ik hoop dat zeg maar, het idee is dat scheidsrechters rustiger worden in het veld. Dat ze beter waarnemen en door een betere waarneming betere beslissingen gaan nemen en daardoor beter een wedstrijd gaan fluiten. Ik ben ook blij dat de KNB dit ook ons stimuleert en ons support hierin. En ik denk des te breder je trekt, des te meer mensen hiermee in aanraking kunnen komen, des te beter en des te meer resultaat er uiteindelijk zal zijn. Het laatste woord is aan Gijs Segers. Het meest essentiële voor een scheidsrechter is in mijn ogen de ogen.